We zijn vandaag in Bilthoven aan de slag met het schuiven van de troggen. Ja, het is eigenlijk het dek van toekomstige onderdoorgang langzaam verkeer, fietsers en voetgangers. De operatie voor het schuiven totaal een 100 uur, dus eigenlijk een hele stevige periode. Maar ik kan je vertellen, we hebben elke minuut nodig. En nou ja, we zijn al aardig op schema, werkzaamheden lopen goed. We gaan eerst schuiven, horizontaal. En daarna, omdat hij wat hoger ligt dan de uiteindelijke situatie, moet er nog afgezakt worden. Nou, het schuiven duurt ongeveer 2 uur. Ik zit hier vanaf 7:50. Waarom zit u hier al zo lang? Omdat ik wel alles meemaak. Nou, kijk, hoe ze zo'n gevaar te kunnen verplaatsen, dat vraag ik me af. Hè? Ik vind het heel bijzonder dat er hier een tribune is. En ik vind dat ze erg veel gedaan hebben voor de omgeving. Veel informatie en hele goede service. We hebben de trog voorgebouwd op een schuifbaan. Het wordt goed ingevet, zodat hij goed soepeltjes loopt. En dan aan de achterkant hebben we vijzels staan. Kleine krachtpasters van een kleine meter. En die drukken als het ware de trog van zich af. Nou, gewoon de techniek. Ik vind het geweldig. Ja. Geweldig. Ik ben elke dag gaan kijken, hoor. Vindt u het nu spannend, zo'n dag als vandaag? Ja. Ja, waarom? Nou, stel voor dat hij omvalt. Nou, ik ben er wel een beetje gespannen voor, ja. Het zit hem vooral in het onverwachte. De schuifbaan kan gaan zakken. Of een obstakel dat hij niet vooruit wil, dat je schade krijgt aan de trog. Ja, dat zijn de grote onzekere factoren in dit soort werk. Ik had gedacht dat het niet vlugger zou gaan, maar ik ben ondeskundig. Dus. Je kunt hem niet zien bewegen. Tegen die tijd ben ik aan mijn middagdutje toe. Dit wordt echt de klapper. Dus ik hoop ook echt dat hij gewoon goed gaat verlopen. We hebben in 2015 nog 2 buitendienststellingen. En dan is het de bakel en alle gevaarlijke situaties. Spoorkruisend, gelijkvloers, hier verleden tijd.